Welkom bij de volgende episode van de Superfish Challenge, waarin Lars Vera mij heeft uitgedaagd om een aquascape te maken in een beginnersbakje van Superfish. De regels zijn als volgt. Je gebruikt het standaard lampje, je gebruikt het standaard filter, maar je mag wel CO2 gebruiken. Dus zo gezegd, zo gedaan. In de eerste aflevering heb ik een Dragonstone scape gemaakt met allemaal epifieten. Voor het vervolg heb ik een Dutch scape gemaakt met 6 soorten planten erin. De planten die erin staan zijn de Marsilea, er staat in Rotala bonsai, Diplis diandra, Ludwigia mini super red, Ludwigia inclinata meta en Hygrophila lancea araguaia. Bij de meta kun je duidelijk zien dat hij het zwaar gehad heeft. Hij komt niet op kleur en de bladkransen zijn nauwelijks aanwezig. Hij heeft echt meer licht nodig en veel betere omstandigheden. Maar als je naar de Rotala bonsai kijkt, die ziet er eigenlijk prima uit. Als je nou zelf ook denkt om zo'n klein aquarium erbij te pakken, hartstikke leuk idee. Kan dus gewoon. Je kan gewoon zo'n Superfish bakje gebruiken en toch een aardig leuke Dutch scape maken, waarbij planten prima kunnen groeien. Ik raad wel iedereen aan, zoals ik dat altijd doe. Maakt niet uit wat voor lamp je gebruikt. Voedingsstoffen, geen voedingsstoffen. Met CO2 werkt alles makkelijker. Aquarium houden is gewoon makkelijker als je CO2 gebruikt. En ik weet zeker dat ik dit resultaat niet gehad zou hebben als ik geen CO2 gebruikt had. Nou, de volgende stap in de challenge is om een biotoopbakje te gaan maken. En ik ben van plan om een biotoop Afrika te gaan maken met veel hout en veel Anubias. En nou, dat voornamelijk. En het leuke daarvan is dat dit bakje daar wel uitermate geschikt voor moet zijn. Anubias heeft vrij weinig aandacht nodig, vrij weinig licht, om toch mooi te blijven en eventueel zelfs te groeien. En deze bak heeft weinig licht en ik geef er weinig aandacht aan. Dus dan moet het prima goed komen met de Anubias. Gaan we eens even proberen.